even de accu opladen na een succesvolle eerste helft van het schaatsseizoen. Zonne-energie opdoen, trainen op de fiets, in het krachthonk en op het sportveld. Maar ook tijd voor ontspanning. Dat was de missie die coach Renate Groenewold en haar rijdsters naar de prachtige badplaats Eilat in Israël bracht. Een perfecte Corendon-bestemming, co-sponsor van het team Op is Op Voordeel Shop. Nice girls, hè? Nice girls. Nice girls. Nice girls. Good girl? Good. Fietsen in Eilat is een belevenis op zichzelf. Je kan op de weg fietsen, langs de Rode Zee of tot aan de grens met Jordanië of Egypte. Maar ook kan je een zware tocht maken dwars door de woestijn. En ben je eenmaal in de woestijn, dan is het tijd om in deze prachtige omgeving mooie plaatjes te maken. Het nuttige met het aangename verbinden, daar ging het om. Er werd dus ook zeer serieus en hard getraind. Het was vroeg vanmorgen, hè? Ja, dat zie je zeker wel. Naast hard trainen was er tijd voor ontspanning en cultuur. Vandaar op de rustdag een uitstapje naar Masada. Het fort, gebouwd door koning Herodes, 40 jaar voor Christus, bovenop een rots vlakbij de Dode Zee. Ik vind het erg indrukwekkend. En na de lunch uiteraard een duik in de Dode Zee. Nou ja, duik. Ja, hij gaat water in. Dead Sea is that all discovered for me. Knowing what I know, you forget that I can see. Het is heel warm hoor, lekker. De Rode Zee is met name bekend vanwege zijn onderwaterwereld. Een bezoek aan het aquarium ligt dan ook voor de hand.
En tot slot werd er ook nog gedoken met dolfijnen. Je droom is uitgekomen. Ja? Dankzij subsponsor Corendon had team Oppersop Voordeelshop een bijzonder trainingskamp in Israël. Ontspanning, cultuur en sport gingen samen. En zelfs ook nog sensatie.